Daddy Shark zegt ook van, dankjewel Helga, ik moet eerlijk zijn, maar door de huidige sentiment ben ik eventjes gestopt. Er waren iets te veel verliestrades. Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat het best lastig is om door te gaan in deze tijd. En vooral als het... Ik wou zeggen, vooral als het geen moeten is, maar dat is denk ik een verkeerde uitdrukking. Kijk, ik leef van het treden. En als ik een tijd niet kan treden, houdt het in dat ik een tijd mijn inkomsten achteruit gaan. En daarvoor hamer ik altijd op een reservepot. Want die tijd kan er zeker aankomen dat je een periode niet kan treden. Het zij door het sentiment, het zij dat er iets met jou gebeurt, iets in je familie wat jouw volle aandacht vereist. Noem maar op. Dus dat je misschien wel een aantal dagen en misschien wel een aantal weken niet zou kunnen treden. En als je afhankelijk bent van de inkomsten van jouw trades, van jouw treden, ja, dan moet je toch wel zorgen voor die reservepot. En hoe je die reservepot opbouwt en hoe groot die moet zijn en... daar gaan we binnen Financieel Blij vast nog wel eens een keer op terugkomen, wat uitgebreider. Want het is wel heel erg belangrijk om dat te hebben. Maar als treden echt hobby is, ja, en het is lastig in deze tijd, dan kan ik me voorstellen dat je tijdelijk zegt even van... ik kom weer als de zon schijnt, zeg maar.